dames en heren, het is 7 uur geweest, ruim. Ik open de vergadering, ik heet iedereen van harte welkom. Raadsleden, publieke tribune, iedereen die thuis meekijkt of dat uit het archief nog een keer zal doen. Bericht van verhindering van de leden Wiet, Nijhoff, Klok en mevrouw Kelder. De mededelingen, u ziet voor u een schitterend mezenhokje. Althans, het is bedoeld voor mezen, maar ook andere vogels mogen daar gebruik van maken natuurlijk. Het is bedoeld als nieuwste wapen in de strijd met de eikenprocessierups. Dus u wordt verzocht op te hangen op een plek waar die beesten mogelijk zich voor gaan komen, in de buurt van eiken, et cetera. Het bevordert de biodiversiteit. Het is gemaakt door pro-leerlingen. En iedereen die zich opgegeven heeft om zo'n hokje te adopteren en op te hangen, die krijgt dat binnenkort aangeleverd. Maar hebben ze nog gehad, niet? Ja. Er zit een foldertje in en dat moet eruit, maar ik weet niet hoe. Het moet ergens open gaan, maar het is me nog niet gelukt. Dus. En dan vervolgens onder kopje mededelingen. Wethouder de Kaats zou u graag even bijpraten over de uitspraak van de NAM. En we zijn blij dat hij in ons midden is. Hij ziet er heerlijk gebruind uit, dat wel weer. Maar een moeilijke terugvlucht van zijn vakantie van afgelopen week. Ja, voorzitter, daar gaan we het maar niet over hebben wat mij betreft. Nou, wat is dit? Hij gaat vanzelf weer onderuit. We laten het zo. Ja, voorzitter, er is wat ook al iets van in de pers heeft gestaan, maar het is toch goed om daar even aandacht aan te schenken. Een uitspraak gedaan van de Raad van State in het beroep wat wij hadden aangetekend. En dat beroep dat is op 1 ding gehonoreerd, om het zo te zeggen. Dat is namelijk zo dat de NAM nu toch nog alsnog een plan van aanpak voor opname van de bouwkundige staat van de bouwwerken in de gemeente Harenberg moet overleggen. En wij zijn blij met in ieder geval de honorering van dit punt. De gemeente Harenberg heeft steeds aangegeven dat gaswinning in de gemeente alleen kan plaatsvinden als de minister het vertrouwen aan de direct betrokkenen kan geven dat de gaswinning veilig en betrouwbaar. En als er iets misgaat, dat er dan een goede schaderegeling is. Dus het moet veilig en betrouwbaar gebeuren. En gaat het niet goed, dan moet er ook een goed vangnet zijn. En het beroep van de gemeente was daar ook voornamelijk op gericht. In de tussentijd zijn er ook nog wat andere ontwikkelingen geweest waar ik u nog van op de hoogte wil brengen. Dat het schadeprotocol dat wordt landelijk opgepakt. En naar aanleiding van een persoonlijk gesprek wat ik heb gehad met de directie van de NAM, hebben zij een toezegging gedaan en ook al zijn ze daar volop mee bezig om extra versnellingsmeters te plaatsen. Dat zijn meters die dus in de niet diepe ondergrond, ik heb er helemaal geen verstand van, maar ik probeer het toch zo goed mogelijk uit te leggen, in de niet diepe ondergrond trillingen kunnen waarnemen. Die hebben ze op eigen grond al geplaatst. En we hebben binnenkort gaan we ook nog wat grond overdragen aan de NAM om ook op gemeentelijke grond nog een aantal versnellingsmeters te kunnen plaatsen. En vervolgens worden die dan weer overgedragen aan het KNMI om te zorgen dat in ieder geval een onafhankelijke instantie gebruik maakt van deze meters en ook de data die daaruit komt kan interpreteren. Daarmee ontstaat er dus een fijnmazig netwerk van die versnellingsmeters. Nou, volgens de uitspraak van de Raad van State van vorige week moet de NAM dus alsnog een plan van aanpak voor de opname van die bouwkundige staat van bouwwerken overleggen. En dit draagt eraan bij dat eventuele schade aantoonbaar gemaakt kan worden en dit zorgt voor een extra borging voor de direct betrokkenen. Ik wil ook aangeven dat de gemeente Harenberg daar blij mee is, maar ook dat het de gemeente niet gaat om het tegenhouden van gaswinning, maar wel om het borgen van de veiligheid van onze inwoners. Dat was het wat mij betreft, voorzitter. Dank u wel. Het is een kopje mededelingen, maar kijken of er ruimte is voor een enkele vraag. Behoefte is voor een vraag. De heer Boshoven. Voorzitter, ik zou hier toch graag even wat over willen zeggen. Allereerst wel mijn waardering voor de manier waarop we ons als gemeente hebben verzet tegen die winningsvergunning tot aan de Raad van State aan toe.
Goed ook om te horen dat er toch meer versnellingsmeters geplaatst zullen worden. Even voor mijn beeld, want eerder heeft de technische commissie voor de bodembeweging het een en ander gezegd en de gemeenteraad ook, dat hoe het destijds in de vergunning stond, dat dat niet voldoende dekking zou zijn, is met deze extra versnellingsmeters ook volgens hun het netwerk van versnellingsmeters voldoende dekkend om trillingen goed te kunnen opvangen. Voorzitter, die uitspraak heb ik van hun niet gekregen, maar we hebben wel gefocust op die uitspraak. En ik ga ervan uit, want in feite heeft de directie van de NAM ook ons toegezegd van als het onvoldoende is, dan gaan we het aanpassen naar behoeven en naar wensen. Dus ik ga eigenlijk vanuit dat zo is, maar misschien is het goed om dat dan nog even te verifiëren hoe zij daar nu tegenaan kijken. Maar ik heb het gevoel dat we in ieder geval een behoorlijk fijnmazig netwerk hebben, wat nou ja, in ieder geval afdoende kan zijn. Kijken voor ons of er andere vragen zijn. Dat was niet zo. Dan gaan we verder met de agenda. Trouwens, bedankt. Ja, ik had nog een puntje voor de agenda. Ik wou graag een motie vreemd indienen. Ja, maar ik stel voor dat we die doen na de actuele vragenronde. De volgende agenda even. Hij staat op het lijstje. Ik dacht dat we vaststellen van de agenda. Nee, daar komen ze nog. De volgende agenda. We beginnen met de actuele vragenronde. Vraag aangekondigd van mevrouw Mensink. Ja, voorzitter, dank u wel. Het CDA heeft de afgelopen week een brief gekregen van directe omwonenden van Veldzicht-Balkbrug. Ze hebben na 7 maanden wachten via een WOP-verzoek, Wet Openbaarheid Bestuur, informatie gekregen van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de uitbreiding van het aantal plaatsen van Veldzicht buiten de hekken. Zij geven aan dat het gevoel van veiligheid sterk ontbreekt bij het lezen van deze informatie. En ik citeer een stukje uit hun brief. Mede omdat het gaat om illegale vluchtelingen met een psychiatrische stoornis die elders niet te handhaven zijn en in veel gevallen niet willen meewerken aan terugkeer van het land van herkomst. Ik heb daarover 3 vragen. Kan de portefeuillehouder aangeven op welke wijze de communicatie tussen de gemeente en Veldzicht over dit onderwerp verloopt momenteel? Is de gemeente optimaal geïnformeerd over het feit dat de gelden inmiddels beschikbaar zijn gesteld voor uitvoering van een aantal plannen? En wat is de rol en wat zijn eventueel de mogelijkheden van de gemeente om in dit proces bij te dragen aan het gevoel van veiligheid van de inwoners van Balkbrug? Dank u wel. Wethouder Breukeman, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de eerste vraag over de communicatie die is begonnen zo in het voorjaar van 2019. Het Veldzicht voor het eerst heeft bekendgemaakt dat zij deze plannen hebben. De contacten zijn vooral op ambtelijk niveau nog ook tot dit moment. Het is wel zo dat toen ook vanuit Balkbrug zeg maar helder werd dat men heel kritisch kijkt naar deze plannen. Er hebben ook een aantal bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden waar wij heel nadrukkelijk hebben gezegd, joh, wij horen deze geluiden uit de samenleving van Balkbrug. Wees daar alert op en wij verwachten ook van jullie dat je met een gedegen plan en communicatietraject komt voordat je de plannen verder uitwerkt. Die tussenvraag over of we geïnformeerd zijn over het feit dat er middelen beschikbaar zouden zijn gesteld voor de ontwikkeling, die ken ik niet, die informatie heb ik niet, is niet met mij gedeeld. Alleen als je kijkt hoe nu verder, op zeker moment zal Veldzicht voor een formeel verzoek bij de gemeente moeten komen. Dat formele verzoek ligt er gewoon nog niet. En op het moment dat dat verzoek er wel ligt, ja, dan hangt het een beetje af van wat het plan is, of er een bestemmingsplan herziening aan de orde is of een omgevingsvergunning. Hè, dat hangt af van past het wel of niet in de bestemming. Bij een bestemmingsplan herziening komt u sowieso als raad ook aan bod om daar een keuze in te maken. Bij een omgevingsvergunning is dat aan het college voorbehouden. Maar het lijkt me wel goed, hè, dat mocht dat gaan spelen, mocht dat formele verzoek hier worden neergelegd, dan zullen wij als college een standpunt innemen. Maar het lijkt me goed dat ik u als raad daar ook even in meeneem. En het is wel zo, en dat heb ik ook richting Veldzicht geuit, dat wij dat met een zekere kritische houding zullen ontvangen. Ook gezien de geluiden die vanuit Balkbrug naar ons toekomen. En ja, toch het feit dat men er blijkbaar niet in geslaagd is om de omgeving daar mee te krijgen in de plannen van Veldzicht, zeg maar.
Dus kortom, voorzitter, het lijkt me goed dat als het formele verzoek er ligt, dat we de raad informeren over welke stappen er dan genomen moeten worden en hoe we daar dan in verder gaan, inclusief het standpunt van het college. Ik zie u knikken en daaruit maak ik op dat dit een voldoende antwoord op uw vraag was. Dank u wel. Regeling van de werkzaamheden, of liever gezegd vaststelling agenda. Meneer Jonkhans. Ja, ik wou graag motie indienen over de aanpak stikstofproblematiek door balans tussen herstel, economische ontwikkeling en biodiversiteit. Met uw akkoord voeren die toe aan het einde van de agenda, onder 6a. Einde van de bespreekstukken. Ja, dan doen we dat. Dan spreekrecht agendapunten. Dus niemand die zich aangemeld heeft. Dus dan bevalt dat punt. Het vaststellen van de besluitlijst van de vorige vergadering, 11 februari. En die is ook akkoord, zo te zien. Ik heb er nog opmerkingen bij zijn. Dat is niet het geval. Dan komen we bij de bespreekstukken. En het eerste bespreekstuk is de evaluatie en actualisatie parkeren Centrum Hardenberg. Het is een stuk dat in de commissie zeer uitvoerig is besproken van alle kanten. U heeft een informatiebijeenkomst gehad, daaraan voorafgaand, een bespreking in de commissie. Ik merk dat er gisteren ook nog een technische bijeenkomst is geweest waar nadere vragen gesteld kunnen worden. Ik maak er eigenlijk een beetje het op, ik zal er ook wat scherp op zijn, dat de technische vragen, feitelijke vragen hiermee voldoende de revue hebben gepasseerd. En met de behandeling wil ik eigenlijk maar beginnen bij op koers. Wie van u? En dan zo met de klok meedraaien. De heer Kloekhorst, nu het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Toen in 2008 het betaald parkeren werd ingevoerd, was de weerstand groot en diverse keren zijn er vragen gesteld. Maar als raad kregen wij nooit duidelijk de cijfers op een rij. Destijds is het betaald parkeren ingevoerd om het centrum toegankelijk te houden voor de consumenten. Er werd vanuit gegaan dat de parkeerders de lasten zouden betalen en er werd fors geïnvesteerd in parkeerplaatsen en parkeergarages. In totaal zo'n 17 miljoen. Het zijn die investeringen die het ons nu onmogelijk maken om te kiezen voor gratis parkeren. De jaarlijkse lasten zouden dan op het bordje van alle inwoners komen en die keuze wil op koers nu niet maken. Wel blijven we van overtuigd dat het goed is geweest om de evaluatie van het parkeren te houden. We hebben nu inzicht in de werkelijke lasten en kunnen een in onze ogen verantwoorde keuze maken. Wij kiezen voor scenario 2b, betaald parkeren, beter verdelen. Er wordt gratis parkeren aangeboden in de parkeergarages, centrum, gemeentehuis en centrum LOC en de parkeerplaats aan de Parkweg. In totaal 1718 plaatsen waar in principe vrij geparkeerd kan worden. Weliswaar voor 3 uur, maar dat is volgens ons juist gericht op de winkelende consument. Op deze manier krijgt de consument de keuze. Hij kan gemakkelijk vlakbij de winkels parkeren, maar moet daarvoor betalen. Of hij kan gemakkelijk in een van de parkeergarages parkeren, waar hij de eerste 3 uur gratis kan blijven staan. Of hij kan op een grote afstand van het centrum de hele dag gratis parkeren. Wel delen wij de zorgen die er bestaan over de keuze van een nieuwe apparatuur en zijn voorstander van een tijdige nieuwe evaluatie om zo nodig bij te kunnen sturen. Mijn vraag is dan ook, en we hebben dat ook samen met Op Koers en CDA verwoord in de motie, is het college bereid om een jaar na de invoering van het systeem te evalueren? Dat was het in eerste instantie. Voorzitter, mag ik meneer een vraag stellen? Dank u wel, dat mag, uiteraard. Meneer Kloekhorst, het verkiezingsprogramma van Op Koers.nu was destijds overzichtelijk. Boze tongen beweerden dat er 89 punten van het CDA in stonden. Maar 2 waren daar van u zelf. En die waren heel duidelijk. Daar hebt u ook fors op ingezet. Dat was gratis parkeren
En dat was geen windmolens in Bergentijd. Nou, het tweede onderwerp, daar mag u zo meteen wat duidelijker over zijn bij de oriënterende ronde. Maar nu toch deze, want ik las op uw website alweer een belofte ingelost. En dat doet vermoeden dat u het gratis parkeren ingevoerd had. Vindt u nou met het voorstel wat hier ligt en waar u dan nu uw akkoord aan gaat, dat u daar daadwerkelijk uitvoering aan geeft? Te meer, omdat ik me nog kan herinneren in de discussie in de voorvechten die uw fractievoorzitter had met thans wethouder Breukelman, die uw fractie van de hoogte stelde dat er geen geld was voor gratis parkeren. Uw fractievoorzitter zei 1 dat er geld genoeg was en 2 als dat er niet was dat u dan zou gaan snijden in de inhuur van externen. Kunt u eens vertellen wat u heeft bewogen om nu dit voorstel te ondersteunen? Het bericht op Facebook was inderdaad voorbarig, geef ik direct toe. Wat betreft het gratis parkeren en invoering, we hebben nu de cijfers op rij. We kunnen het niet waarmaken, maar wij vinden wel, en daarom kiezen we voor die 718 plaatsen, wij kiezen voor het halve ei en niet voor de lege dam. Ik kijk of er nog verdere vragen zijn, de Riksmeneer Kloekhorst. Het leek mij een overigens zeer duidelijk antwoord. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik had gerekend op een andere richting van de klok, merk ik nu op. Niettemin, dank u wel. Het is aan de voorzitter om soms te verrassen, hè, wat dat betreft. Exact, heeft zo zijn charme. Goed. Het parkeerbeleid in Hardenberg, vorige spreker op Koers.nu, refereert er ook al aan. 2008 ingevoerd, betaald parkeren in Hardenberg en nu geëvalueerd. En inderdaad met handige cijfers om nu eens een keer kijken of we een goed beleid kunnen gaan voeren. Wat ons betreft, en daarmee ben ik het eens met op koers, is gratis parkeren nu niet haalbaar. Omdat je dan inderdaad, zoals ook de vorige spreker al zei, de rekening neerlegt bij alle inwoners van de gemeente. Terwijl er natuurlijk maar een deel daarvan daadwerkelijk parkeert hier in de stad. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Wat wel zo is in onze optiek, is dat we een maatregel nodig hebben voor een vitaal en duurzaam centrum. Waar het goed is te winkelen, goed is ook te recreëren, te verblijven, maar ook te werken en te wonen. En eerlijk gezegd vinden wij in onze fractie dat het huidige voorstel niet afdoende de knelpunten die zijn genoemd aanpakt. En we hebben ook gezien tegelijkertijd dat de ondernemers in de stad Hardenberg een goed alternatief hebben aangeboden. Dat ze daar graag over zouden willen gaan praten. En eerlijk gezegd denk ik dat dat meer toekomstbestendig is dan het plan wat nu voor ligt. Omdat het in onze ogen toch erg ingewikkeld is om op de ene plek een aantal uren gratis en dan weer betaald. En dan op een andere plek weer half betaald of wat dan ook. He, dat leidt alleen maar tot verwarring. Terwijl eigenlijk een vraag was, geef ons een simpel en betaalbaar alternatief voor wat we nu hebben. En daarmee zien wij dat het voorgestelde regime niet het positieve effect zal gaan hebben wat ons voorstaat. En dat wat de ondernemers zelf hebben voorgesteld, dat wel zou hebben. En dat heeft alles te maken, niet alleen maar met het ondernemersklimaat, maar überhaupt met het gehele klimaat, de gehele sfeer in de binnenstad van Hardenberg. En dat raakt dan meer dan alleen maar de winkeliers. En om die reden, en eigenlijk is dit een vrij uitgebreide stemverklaring, geef ik grif toe, kunnen wij niet meegaan in dit voorstel. Ik kijk even of er behoefte is aan vragen uit de kant. Nee. De heer Gelling, van de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. De VVD-fractie, of de VVD als partij zelfs, had in het verkiezingsprogramma staan
gratis parkeren. En anders dan op koers.nu zullen wij dus nu ook de principiële vlag hijsen, voorzitter. En u eens vertellen waar u nou de bocht uit vliegt. Want gratis parkeren ligt natuurlijk nog steeds hiervoor. Alleen vraagt het even wat tijd om u ervan op de hoogte te brengen. Voorzitter, wij zijn daarbij heel erg serieus te werk gegaan en zijn bij de voorbereidingen uitgekomen bij de oorsprong. Namelijk het masterplan plus Centrum Hardenberg van 2005. Dat was hier niet meer beschikbaar, we hebben het opgevraagd, maar gelukkig konden we het op internet nog vinden en hebben wij het bestudeerd. En voorzitter, in dit masterplan werd geconstateerd toentertijd dat er geen parkeerproblemen waren. Hooguit problemen in de onduidelijke parkeerregulering en daardoor een versterking van zoekverkeer. Maar vanwege de grote ambities die het masterplan uitademen en voor het nieuwe centrum moesten er natuurlijk nieuwe parkeervoorzieningen komen. En daartoe zijn toentertijd in goed overleg plannen gemaakt met de centrumondernemers. Echter, na de totstandkoming van deze plannen en dus de effectuering van het nieuwe centrum bleek het allemaal wat tegen te vallen. Natuurlijk door de crisis, maar ook door de verandering in de winkelgewoontes, het internet. En wat het parkeren betreft was ondertussen ook in aanvulling op de eerder gemaakte afspraken de parkeerkelder onder het gemeentehuis toegevoegd aan het parkeerbestand. En met verreweg de grootste investering van alle parkeervoorzieningen. 9,6 miljoen van de in totaal gedane investering op koers constateert het al juist van 17 miljoen. En het exploitatietekort van deze parkeerkelder in het gemeentehuis bedraagt 277.000 negatief. En daarmee hebben we ook gelijk de negatieve exploitatie van het hele parkeren in het centrum te pakken. Voorzitter, dat ter zake de inleiding. Maar nu de vraag die hiervoor ligt. En dat is betaald parkeren of niet. Wat zijn de gevolgen voor bezoekers en ondernemers? En niet onbelangrijk, wie gaat het allemaal betalen? Voorzitter, voor zover de gevolgen voor bezoekers en ondernemers zijn, is er een duidelijk onderzoek van CWECO. We hebben het allemaal gezien in het participatietraject. En daar staat op 103, op pagina 103, dat 74% van de inwoners in onze gemeente aangeeft vaker de stad te zullen gaan bezoeken in geval van gratis parkeren. Daar moeten de ondernemers in ons centrum dus wel profijt van hebben. Maar dan blijft over, ja, wie gaat het dan betalen en in welke vorm zou het dan moeten? Ja, daarover verschillen de meningen. Het voorstel dat het college doet kost nu 120.000 euro extra en maakt een totaal negatief exploitatieresultaat op parkeren van 410.000 euro. Maar belangrijker nog, dit voorstel wordt niet gedragen door de centrumondernemers, waarvoor het hele dossier eigenlijk bedoeld is. En wat willen die ondernemers dan? Nou, het eerste uur gratis parkeren, voorzitter. En dat is een heel duidelijk te communiceren plan en moet dus vanwege de conclusies in het CWECO-rapport ook wel bijdragen aan aanzienlijk meer bezoekers in het centrum. En wat kost dat dan en wie gaat dat betalen? Nou, dat is onduidelijk omdat het voorstel van de ondernemers niet is uitgewerkt en niet is besproken. Het college, heb ik begrepen, vond dat niet nodig. De VVD-fractie heeft echter een eerste uitwerking gemaakt van dit voorstel en vanmiddag nog aan alle fracties toegestuurd, de berekening daarvan. De Stichting Centrum Management heeft ook kennis genomen van onze berekening en geeft aan het een goede uitgangspositie te vinden voor een mogelijk nog te houden vervolggesprek om te kijken of de ondernemers en het college er toch nog uit zouden kunnen komen. Voorzitter, wat de VVD betreft is het voorstel dat nu ter tafel ligt een voorstel dat eigenlijk van tafel zou moeten. Omdat de centrumondernemers aangeven dat het van hun niet hoeft. Ze willen het niet. Dan zou het wat ons betreft raar zijn om het toch aan te nemen. Wij zouden de raad dan ook willen vragen, met klem willen vragen, om de besluitvorming nog even uit te stellen. En om het college te vragen nog een keer met de ondernemers om de tafel te gaan, om te kijken of een voorstel met 1 uur gratis parkeren nader kan worden uitgewerkt. En komt het college in deze ultieme poging niet tot overeenstemming met de ondernemers, dan moeten we hier maar het onderliggende voorstel aannemen. En kan het onderwerp betaald parkeren wellicht ook van de agenda af. Maar tenslotte, voorzitter, niet onbelangrijk, en ik pak er even een plaatje bij dat zo groot is dat u het zometeen allemaal gaat zien. Als ik het kan vinden. Kwestie van voorbereiding, voorzitter, u ziet het al wel. Ja, een makkelijke ding. Voorzitter, in het masterplan van 2005 staat ter zake het parkeren toentertijd het volgende. De mix van vrij parkeren, betaald parkeren en blauwe zones, gecombineerd met het parkeren voor vergunninghouders,
draagt bij aan een onduidelijke parkeerregulering en daardoor versterking van het zoekverkeer. Dat was in 2005. En in het onderliggende voorstel doen we precies wat we in 2005 niet meer wilden. We maken weer een mix van vrij parkeren, betaald parkeren en blauwe zones. En daarmee weer een versterking van zoekverkeer. Terwijl het CWECO-onderzoek op pagina 105 duidelijk laat zien dat 92% van de bezoekers geen gebruik maakt van informatievoorzieningen. Dus ter zake het onderliggende voorstel is er maar één constatering mogelijk. De ondernemers willen het niet en de bezoekers begrijpen het niet. En voor de goede orde, dit is het plaatje waar ik het over had. En u kunt het niet inzoomen, maar het is groot genoeg om te zien dat 92% bijna de hele cirkel niet gaat kijken waar ze moeten parkeren. Dus ook het door de voorgestelde LOC en het gemeentehuis niet gaan vinden om te parkeren. Dank u wel. Ik kijk of dat leidt tot vragen vanuit uw kant. Nee, dat is niet het geval. De heer Boshoven. Voorzitter, bedankt. Voorzitter, wellicht zijn we met de behandeling van dit onderwerp nou wel eindelijk van het vooroordeel af dat wij als gemeente geld verdienen aan ons parkeerbeleid. Zoals het nu is, kost het parkeren ons per jaar bijna 3 ton. En bij scenario 2b, waar we vanavond met name over spreken, gaat ons dat 4 ton kosten. En wat GroenLinks betreft is dat niet optimaal. Het liefst zouden wij zien dat het parkeren onderaan de streep op nul staat. Dat het parkeergeld gelijk is aan de kosten die wij aan het parkeren hebben. En daarvoor zou dus het parkeertarief omhoog moeten. En dat gaan we echter niet voorstellen. En dat gaan we niet doen omdat het simpelweg niet een eerlijke oplossing zou zijn. Het grootste deel van onze parkeerkosten komt namelijk doordat we een tweetal grote parkeergarages hebben. Er is net ook al even aan gerefereerd. Voorzitter, we staan hier bovenop een parkeergarage met 3 etages. Dat had wellicht ook wel minder gekund. En daar gaan wij de parkeerder niet extra voor belasten. Het staat voor ons als paal boven water dat we de parkeerruimte die we hebben effectiever moeten benutten dan dat we nu doen. En scenario 2b lijkt dat te bewerkstelligen. Toch hebben wij daar wel enkele kanttekeningen nog over. Zoals ik ook al in de O-ronde aangaf, zal de verkeersdruk hier in Stad Hardenberg veranderen. 3 uur gratis parkeren onder het gemeentehuis, en daar staan wij anders in dan de VVD, want wij denken dat de mensen de parkeergarage wel degelijk weten te vinden, en zeker als het dan 3 uur gratis is. Dat zal voor de verkeersdruk betekenen dat het aantal verkeersbewegingen hier rondom dit gemeentehuis zal vergroten. En hoe dit uitpakt voor de fiets- en verkeersveiligheid vinden wij spannend. En dit zullen wij blijven monitoren. En hetzelfde geldt voor het gratis maken van de parkeerplaats aan de Parkweg. We verwachten dat deze steeds vol zal staan met auto's van studenten en personeel van het Alfa College. Maar hopelijk voldoen we daar wel enigszins mee aan de behoeften van studenten van het Alfa College die zo graag gratis willen parkeren. En voorzitter, in de oriënterende ronde vroegen wij nog of het een optie zou zijn om door de week ook 3 uur gratis te mogen parkeren onder het LOC. En de schriftelijke technische beantwoording daarop is voldoende voor mijn fractie om te zeggen dat dat geen optie is. Voornamelijk vanwege het prijskaartje wat daaraan vasthangt. En voorzitter, maar dat de studenten van het Alfa College steeds aangeven in de debatten die ze hier hebben in deze zaal dat ze gratis willen parkeren, dat geeft wel een ander probleem. Weer. Namelijk het probleem van een onvoldoende adequaat openbaar vervoer. Gaan wij niet over, maar ik wil het hier wel noemen omdat het wel heel duidelijk aan dit onderwerp raakt. En voorzitter, hopelijk komen we daar binnenkort bij de mobiliteitsvisie over te spreken. Want u weet wellicht hoezeer ik daarnaar uitkijk. Voorzitter, ik kom dan tot een afronding. Het aantrekkelijk houden en het aantrekkelijker maken van ons stadscentrum verdient onze aandacht, onze blijvende aandacht. En daarbij hoort bijvoorbeeld een goede fietsinfrastructuur en een goede bereikbaarheid.
en het 3 uur gratis parkeren onder het gemeentehuis en het 3 uur gratis parkeren onder het LOC-gebouw op zaterdag lijkt ons een goede beweging naar de ondernemers. Voorzitter, nogmaals, wij hebben die parkeercapaciteit, we staan er hier bovenop en die moeten we ook optimaal benutten. Voorzitter, ik sluit nog wel af met een vraag, want wij horen, en het is geen technische vraag, voorzitter, maar het is wel een beleidsmatige vraag. Want wij horen steeds meer geluiden over het kenteken parkeren en andere moderne vormen van innovaties. En daar zijn we aan zich niet tegen, voorzitter. Maar wil het college ervoor zorgen dat het mogelijk blijft om ook anoniem te parkeren? En daar bedoel ik dus niet kenteken, maar gewoon parkeren met muntgeld. Vanwege privacydoeleinden, maar ook vanwege mensen die misschien niet met die technologiestroom mee kunnen. Voorzitter, ik sluit nu af met mijn dank aan het ambtelijk apparaat en het college, maar zeker het ambtelijk apparaat voor het verstrekken van de stapels aan feiten en cijfers die wij hebben mogen ontvangen en de manier waarop alle vragen en alle ideeën, alle suggesties van deze gemeenteraad zijn beantwoord. Voorzitter, tot zover. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Dat mag. Michelling. U zegt dat het u een uitstekende faciliteit lijkt voor de ondernemers dat er 3 uur gratis mag worden geparkeerd bij de kelders zoals u genoemd. Maar wat vindt u dan van de constatering van diezelfde ondernemers dat ze dat een slecht idee vinden? Voorzitter, ik heb gezegd dat ik het een goede beweging vind. En ik snap dat diezelfde ondernemers het liefst zouden willen hebben dat het gewoon gratis parkeren wordt. Dat snap ik heel goed. En u gaf dat aan in uw bijdrage. Alleen vinden wij dat daar nog wel een belangrijk ander aspect aan hangt. En dat is dat we niet hier in Stad Hardenberg alleen te maken hebben met ondernemers. We hebben ook gewoon te maken met mensen die hier wonen. Die wij het niet willen aandoen om meer auto's naar onze binnenstad te halen. Wat je gaat krijgen als je gratis parkeren invoert. Daarbij vinden wij het bij een aantrekkelijk centrum horen dat je het aantal auto's terugbrengt. En wij denken dat dat met betaald parkeren bewerkstelligd wordt. Dus daarin hebben wij een andere visie, vrees ik. Voorzitter, dat kan natuurlijk. Je mag een andere visie hebben. En dan een vervolgvraag. U zegt dat u wel denkt dat het goed te communiceren is dat er 2 parkeerfaciliteiten zijn die gebruikt kunnen worden. Maar er is serieus opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau wat daar in een 125 pagina tellend rapport ook een serieuze opdracht heeft uitgevoerd. En daar schrijven zij in dat uit de respondenten blijkt dat 92% echt niets volgt aan informatievoorzieningen. Waar haalt u dan vandaan dat u denkt dat het wel zo is? Hè? Nou, voorzitter, ik weet niet of de heer Gelling gevolgd heeft wat er allemaal gezegd wordt over het betaald parkeren en de discussie die wij hier vanavond voeren. Want volgens mij leeft het wel degelijk onder de inwoners. Als je kijkt op alle reacties die er op social media van komen, de dingen die je hoort hier in de winkelstraat, volgens mij leeft het wel degelijk. En denk ik dat een beslissing om gewoon 3 uur gratis te parkeren hier onder het gemeentehuis te faciliteren, dat dat een dusdanige aantrekkingskracht heeft, dat dat als een lopend vuurtje zal verspreiden. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Rond of nog andere vragen zijn? Dan. Dank u wel. En uw complimenten richting de ambtelijke organisatie was wat vroeg in het debat, maar zeker wel gemeend en onderstreept. CDA, de heer Rossum. En ik heb het gevoel dat dit eigenlijk zo'n beetje een menenspeech is, of niet? Ik denk wel, hè? Ja, er hoort tegenwoordig een bril bij, voorzitter. Er ligt een raadsvoorstel voor. Een raadsvoorstel waar inderdaad veel over gesproken wordt. Wat leeft, die meningen die deel ik. Een raadsvoorstel tot stand gekomen aan de hand van verbeterpunten die geïdentificeerd zijn in een evaluatie. Het is tot stand gekomen door het betrekken van allerlei participanten. Inwoners zijn bevraagd, ondernemers zijn bevraagd. Ondernemers hebben ingesproken, althans een vertegenwoordiging heeft ingesproken. En uiteindelijk heeft dat geleid tot het raadsvoorstel met een aantal scenario's. Met andere woorden, we hebben wat te kiezen. Het is geen makkelijke keuze, voorzitter. Een compliment voor de totstandkoming. De fractie is tevreden over het proces. Het is een helder geschreven stuk.
net al een compliment uitgedeeld, daar sluit ik me van harte bij aan. Het is een voorstel wat voorziet in maatwerk. Met andere woorden, als je wil gaan winkelen en je bent niet bereid om te betalen, dan heb je wat te kiezen. Dan kun je dus wat verder weg parkeren, hoef je niks te betalen. Je kunt zeggen, oké, ik schat in dat het binnen 3 uur kan, dan parkeer je in een van de mooie voorzieningen. En op het moment dat je zegt, ik heb haast, ik wil dat offer niet brengen, parkeer je dichterbij en dan betaal je daarvoor. Je betaalt een deel, want een ander deel betaalt de samenleving. Wij vinden dat volstrekt logisch, dat je daar dus een bijdrage voor levert. Bezoekers kunnen een gewogen keuze maken. We staan op dit moment aan de vooravond van het vervangen van de apparatuur die nodig is. En in dat opzicht hebben we samen met de fractie van Op Koers, 50PLUS en de ChristenUnie een motie voorbereid. En die motie, ik pak hem er even bij, en ik zal me beperken tot de kern, tot het dictum. Wij dragen het college op inzichtelijk te maken welke nieuwe technieken mogelijk zijn die tijd- en kostenbesparend zijn en die ergernis bij betaald parkeren tot een minimum beperken. Van dit onderzoek en overzicht dient in ieder geval het kentekenparkeren onderdeel uit te maken. Ik mag voor zich spreken dat we niet moeten vergeten dat niet iedereen mee kan met de nieuwste technieken. En voor de implementatiefase willen we deze mogelijkheden, inclusief de kosten, graag voor aan de Raad voorgelegd zien. We doen een motie 1. Ik kijk of dit leidt tot vragen. Ja, de heer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Een paar kleine vraagjes. Te beginnen bij uw laatste opmerking, het kenteken registreren. Dat zal ongetwijfeld een forse investering vragen. En vindt u ook niet dat juist die forse investeringen die tot nu toe gedaan zijn, die 17 miljoen er telkens toe bijdragen, dat de parkeerkosten zo hoog worden? Nou ja, goed, over de toekenning van middelen gaat de Raad. Dus wij gaan ervan uit dat het college met een voorstel komt. En dan kunnen wij daarin onze keuze maken. Dat begrijp ik, maar dat voorstel zal niet leiden tot een extra investering, waardoor ook de parkeerexploitatie negatiever wordt en dus ook zal moeten worden gedragen door de inwoners van onze gemeente. U vraagt mij nu een kijkje in de toekomst te wagen. Daar waag ik mij liever niet aan. Nee hoor, dat vraag ik u niet. Even, ik zal het verduidelijken. Als je iets investeert, dan kost dat geld en dan wordt dat afgeschreven in een looptijd, meestal 10 jaar. En dat verhoogt dan de druk, dat verhoogt de kostprijs op exploitatie en dat kost geld. En de vraag is dan, dus dat is geen kijkje in de toekomst, dat is zo. En vindt u ook dat dan die kosten die dat soort van voorzieningen met zich meebrengen weer zich moeten vertalen in een extra parkeerdruk, dus hogere lasten of iets van die aard? Nou, de opmerking of de motie, het doel ervan is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant merken we dat met name rompslomp onbetaald parkeren heen voor ergernis zorgt. Wij denken op het moment dat je de rompslomp tot een minimum kunt beperken, dan wordt de bereidheid van mensen om naar het centrum te gaan groter. Dat is dan misschien wel een beetje in de toekomst kijken. Ja, en aan de andere kant, het spreekt voor zich dat je apparatuur na het verstrijken van de termijn moet vervangen en dat dat een nieuwe investering met zich meebrengt. Voorzitter, mag ik een vervolgvraag stellen? Want nu komen we even dan op een andere opmerking van de ondernemers. Ik heb 2 vragen in en ook een vraag die ik zal stellen aan andere fracties. Wat vindt u er nou van dat we een plan gaan aannemen hier, waarvan de centrumondernemers uit de hoofden van de stichting centrummanagement zeggen, nou, dat plan dat hoeven we eigenlijk niet, dat is 1. En 2, een opmerking was dat de ondernemers graag een gelijk speelveld willen en daarbij hebben verwezen naar het centrum in Denusvaar bijvoorbeeld, waar ook best wel serieus geïnvesteerd is en ook een heel nieuw centrum is ontwikkeld en waar je wel gratis mag parkeren. Kunt u de vraag van mij verduidelijken? Ja, ik zal proberen. De vraag is dan, was het de laatste vraag of ook de eerste? Nou ja, als u mij de vraag even teruggeeft en dan wat u van mij wilt weten. Ik wil graag dus van u weten, 1, ik zal nog even herhalen wat u ervan vindt dat wij hier waarschijnlijk een plan gaan aannemen in deze gemeenteraad waarvan degene waar het voor bedoeld is, de centrumondernemers zeggen, nou dat plan dat hoeven wij eigenlijk niet. Dat was 1. Heb u het gelijk antwoorden of zal ik hem weer vergeten zo meteen? Dat lijkt mij makkelijker. Ik wil daar. Ja, prima, dank u wel. Nou, probeer nog een keer. Voorzitter. Ook niet. Nou. Het plan wordt natuurlijk niet gemaakt alleen maar voor 1 doelgroep. Het plan gaat veel verder dan 1 doelgroep.
Waarbij we natuurlijk in het belang, het algemeen belang, onze keuze moeten maken, ons besluit moeten nemen. Dus u stelt mij eigenlijk de vraag of ik alleen naar de ondernemers wil kijken. Maar ik kijk verder. Er wonen mensen in het centrum. De hele gemeenschap moet een bijdrage leveren aan de kosten die op dit moment gemaakt worden voor parkeren, voor de infrastructuur. En de ondernemers maken daar onderdeel van uit. Ja, dank. Maar de vraag was, wat vindt u ervan dat de centrumondernemers het plan in ieder geval niet dragen? Ik merk dat, ik zal uw vraag anders beantwoorden. Als ik naar het proces kijk, dan is dat vanuit dat perspectief geen vlekkeloos proces geweest. Althans, zo is het niet ervaren. Daarna is het door de ondernemers ingesproken, althans door een vertegenwoordiging. En als ik naar het hele proces kijk, denk ik dat dit proces voldoende aanleiding heeft om een besluit te nemen vanavond. Ja, voorzitter, ik ga niet voor de derde keer stellen, dus ik neem genoegen met dit antwoord. Dan nog de laatste vraag. Hè. De ondernemers hebben hier aangegeven graag een gelijk speelveld te willen. En daarbij ook een vergelijking gemaakt met het centrum en Delersvaart, hè, waar ook veel geïnvesteerd is en waar je wel gratis mag parkeren. Wat vindt u van... van die vraag om een gelijk speelveld? Op het moment dat u dat doet, dan zegt u eigenlijk van het zou gratis moeten zijn. Dat betekent dat u alle kosten legt bij de samenleving. En dat vind ik niet terecht. Maar vindt u dat in Delersvaart nu niet gebeurt? Daar is ook geïnvesteerd en daar wordt niet betaald voor het parkeren. En vindt u dan dat die investering niet gedragen wordt door alle burgers van de hele gemeente? Ja, tot op zekere hoogte worden alle investeringen natuurlijk gedragen door burgers. Nee, dank u wel. Dat is duidelijk. Voorzitter, dank u wel. Nog verdere vragen zijn? Voorzitter. Ja, de heer Bolshoven. Ja, voorzitter, dat kan heel snel wat mij betreft. Want ik heb de motie van het CDA gelezen en daar gewoon even mijn vraag over. Zoals ik zo net in mijn pleidooi ook al aangaf. Is daarbij het anoniem parkeren en het parkeren met muntgeld, blijft dat gewoon mogelijk wat u betreft? Ja, dat lijkt me logisch. Fractie, dank u wel. En compliment met uw eerste bijdrage in deze raad. In deze omvang. Fractie van de ChristenUnie. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Veel is al gezegd. En ik kan mij bij de inbreng van Op Koers en GroenLinks en het CDA aansluiten. Ik wil nog een paar dingen namens de ChristenUnie zeggen. Voorzitter, de gemeente Hardenberg heeft de inwoners en bezoekers veel moois en goeds te bieden. Waaronder altijd voldoende parkeerplaatsen, zelfs in het hoogseizoen. En in veel gevallen dicht of relatief dicht bij de gewenste bestemming. En hoewel parkeren niet overal gratis is, zijn de tarieven gunstig te noemen. Het voorliggende raadsvoorstel voorziet in parkeertarieven van 0 euro gedurende langere periodes op bepaalde plekken waar nu nog betaald moet worden. Ik ga niet uitweiden over welke plekken dat zijn. Dat kunnen we allemaal lezen in de stukken die we hebben gekregen. En dit raadsvoorstel voorziet dus in wat wij hebben op 11 februari geroepen, dat gratis parkeren eigenlijk niet bestaat. Gesubsidieerd parkeren wel. En dat is ook vanavond aan de orde geweest. En in dit raadsvoorstel voorziet in meer gemeentelijke subsidie als je in die termen wilt blijven spreken. In onze ogen heeft het college zich echt moeite getroost om de pijn van het betaald parkeren voor alle betrokkenen, dus bezoekers, consumenten, middenstand en de gemeente, zo goed mogelijk binnen de perken te houden. Waarbij de gemeente financieel veel pijn leidt, maar wel het principe de gebruiker betaalt of de gebruiker betaalt ook, grotendeels intact blijft en daarin kunnen wij ons vinden. Het centrum van Hardenberg kent ook nog meer uitdagingen dan betaald of gedeeltelijk dan wel geheel gratis parkeren, gesubsidieerd parkeren. Mevrouw Meijering van de VVD refereerde daar 2 weken geleden ook aan. Op 17 maart staat een informatiesessie gepland over de centrumplannen voor Delemsvaart en Hardenberg, waarbij het gaat over de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van deze centra, ook voor de middenstand. En de gemeente Hardenberg heeft daar in ieder geval in onze beleving altijd in meegedacht en geholpen en zal dat wat de ChristenUnie betreft ook blijven doen. En wij kijken uit naar de bijdrage die wij daar met z'n allen aan kunnen leveren. Dank u wel. Dank u wel. Kijken of er nog vragen zijn. Ja, de heer Gelling. Klein vraagje. Ik kan al voorspellen. Nou, ik zal niet hetzelfde vragen, want dat zal natuurlijk wat saai worden.
Ik hoor mezelf zeggen dat gratis parkeren niet bestaat. Maar bent u ook niet met mijn vermening dat in de 22 kernen, geloof ik, die Hardenberg kent, je overal gratis kan parkeren, behalve in het centrum van Hardenberg? Ja, dat is een feit, meneer Gelling, dus dat zal ik niet ontkennen. Het feit is alleen wel dat al die kernen niet met elkaar één op één vergelijkbaar zijn. En dus ook de kern Hardenberg niet met, met alle andere kernen. Waarbij ook het parkeerbeleid in die kernen kan afwijken. En dat doet het in dit geval dus ook. Waarbij ook, ook altijd in dit gremium is geroepen dat in de kern Hardenberg van een ander soort winkelend publiek sprake is dan in alle andere kernen. Spreek winkelcentrum tot boodschappen doen. Dat onderscheid, ik ben zelf niet zo'n winkelaar, dus ik ken het onderscheid niet zo, maar dat zijn de verschillen. En dat er dan een ander parkeerbeleid per kern mogelijk is, dat is zo en dat blijkt ook, dat is in ons geval ook zo. Maar dat is geen verhouding tot een investering die je daarbij doet. Dus als je investeert in een centrum in Delersvaart, dan kan dat gratis parkeren opleveren en Hardenberg niet. Nou kijk, investeren in een centrum is één ding, investeren in parkeervoorzieningen is een ander ding. En daar hebben we het hier over. En investeringen in parkeervoorzieningen in Delemsvaart is van een andere orde dan de manier waarop er hier in Hardenberg is geïnvesteerd. Even los van of dat zoveel jaar geleden terecht was of handig was of wat dan ook. Feit is, dat is zo. En nou ja, daar moeten we nu wel ook de consequenties voor dragen, denk ik. Verder geen vragen. 50 plus. Simon. Dank u wel, voorzitter. Aan de orde is dan nu de evaluatie en de actualisatie van de parkeer in het centrum van Hardenberg. Laat helder zijn dat 50 plus Hardenberg een voorstander is van gratis parkeren. Alhoewel het college heeft heel duidelijk in haar stukken aangegeven dat dit een enorme aanslag maakt op de begroting. Door het college wordt een voorstel gedaan om in te stemmen met scenario 2b, zoals opgenomen in de notitie van 21 januari 2020. Op een aantal vragen die 50 plus heeft gesteld, en dat had vooral te maken met het parkeren met een GPK aan de portefeuille, is duidelijk geworden dat bij de implementatie onze ingebrachte punten zullen worden bekeken en op welke wijze deze kunnen worden meegenomen. De ingebrachte punten door de fractie van 50 plus zal ik hier nog niet gaan herhalen, omdat de fractie van 50 plus voldoende vertrouwen heeft in het college dat dit op een juiste manier wordt uitgevoerd. De fractie van 50 plus is wel van mening dat het ook niet zo moet zijn dat bijvoorbeeld de OZB verhoogd moet worden omdat wij zo nodig gratis moeten parkeren. De fractie van 50 plus Hardenberg dient wel samen met het CDA en op koers een motie in om het nieuwe parkeerbeleid zoals het vanavond wordt vastgesteld na 1 jaar te evalueren. En de motie zegt dan nog, draagt het college op na 1 jaar na invoering het nieuwe parkeerbeleid te evalueren en waar nodig blijkt voor te stellen te komen om het parkeerbeleid aan te passen. Het zou u dan ook niet verbazen dat wij akkoord zullen gaan met het voorgestelde scenario 2b. Tot zover, voorzitter. De heer Bolshoven. Ja, voorzitter, dank. Even over de motie wat u stelt voor om 1 jaar na invoering te gaan evalueren. Volgens mij staat het de gemeenteraad vrij om, als wij zien dat iets niet goed loopt, om het dan gewoon op de agenda te zetten, om het dan te bespreken en om nu al om een evaluatie te vragen, daar zijn wij eigenlijk niet zo voor. Graag even hoe u dat ziet, te meer omdat we praten echt wel over een hele poos nog. Ik geloof dat het dan zelfs aan een andere gemeenteraad zit. Dus even, waarom vraagt u nu al om een evaluatie, terwijl ik hoop dat u toch vertrouwen hebt in het nieuwe parkeersysteem? Waarom kijkt u niet hoe het nieuwe parkeersysteem uitpakt en vraagt u, als u dan nog dingen ziet wat niet goed gaan, kunnen we het dan niet alsnog evalueren? Nou, dat is inderdaad een mogelijkheid, maar ik wil graag op voorhand toch dat jaar vastleggen. Ja, voorzitter, als ik mag. Want
De indruk die ik dan een beetje krijg en wat je dan gaat krijgen is, dan gaan we sowieso evalueren een jaar na invoering. Dus dan krijg je weer een evaluatierapportje. Dat gaat, nou ja, ik zou haast zeggen, waarschijnlijk wel weer een extern adviesbureau dan naar kijken. Dat gaat ons weer geld kosten, het gaat weer ambtenaren bezetten voor iets waarvan we helemaal niet weten of die evaluatie dan helemaal nodig is. Vindt u dat een verstandige keuze? Wij hebben een aantal vragen gesteld met het oog op het GPK-parkeren. En we willen dan ook zien na een jaar of dat daadwerkelijk zo is als dat wij ons voorstellen. En ik denk dat er niks mis mee is. Ja, voorzitter, dan kan ik alleen maar opmerken dat u net in uw bijdrage zegt dat u voldoende vertrouwen in het college hebt. Dat dat goed afgehandeld wordt. En kennelijk is het dan toch niet zoveel vertrouwen dat u niet zonder een evaluatie na een jaar kunt. Maar dat is een vaststelling, voorzitter. Nou, dat is inderdaad een vaststelling van uw kant uiteraard. Verdere vragen? Ja, voorzitter, nog een klein vraagje. De Helling. Voorzitter, anders dan de fractie van GroenLinks ziet de VVD-fractie al uit naar de evaluatie van de plannen zoals die vanavond, zoals het nu nog lijkt, toch aangenomen gaan worden, tot mijn grote verbazing. Maar voorzitter, de vraag is wel aan de fractie van 50PLUS wat ze nou gaan doen met die evaluatie. Want de constatering dat de centrumondernemers het niet eens zijn met dit plan, dat overtuigt u geenszins om dit plan wel te steunen. Dus wat is dan een criterium wat u wel gaat overtuigen om dit parkeerbeleid te heroverwegen? Ik heb niet gezegd dat het overwogen wordt. Ik heb alleen gezegd geëvalueerd. Er kunnen altijd punten zijn dat u zegt, u komt nog voor verbetering in aanmerking. U kunt ook niet van tevoren zien dat ze een voetbalwedstrijd is wie je wint. Nee, dat duidelijk. Dat begrijp ik voorzitter nog even mag. Maar het gaat me er even om. Dus uit uw evaluatie zal, en ik doe een kleine voorzet hoor, zou misschien kunnen blijken dat de stichting Centrum Management hier inspreekt en zegt van nou, wij zijn ontevreden over het parkeerbeleid zoals het nu geldt. Dat vindt u nu niet voldoende reden om het voorstel aan te passen. Vindt u dat dan straks wel? Of denkt u aan een hele andere evaluatie? Ik ga niet in de toekomst kijken. Zo simpel ligt het. We hebben het hier wel over het jaar 2022. Nou, zeker nog 2023, voorzitter, want het plan gaat pas in op 2022, dus daar heeft u gelijk. En, dank u wel. Dan de mijne, die gaat plannen in 2021, maar goed, daar kunnen we nog een keer over discussiëren. Nou, ook daar kijk ik naar uit, voorzitter. Lijkt me leuk. Het staat in besluit. Het is in te voeren na de zomer van 2021. Dus het waard is in het midden ongeveer. Voorzitter, heeft u toch dit overleg alvast de kop ingedrukt? Dat is jammer. Dat is vervelend. Als er een feit ingebracht kan worden, dan mag dat, hè? Ik ga even rond. Verder vragen zijn richting van 50PLUS. Dan gaan we richting PvdA. De Jonkhans. Dank u wel, voorzitter. Parkeren. De Partij van de Arbeid is van mening dat parkeren in een drukke binnenstad altijd geld kost. Het is dan ook niet onredelijk om voor die kosten iets terug te vragen. In het geval van Hardenberg zijn dat nog redelijke prijzen. Vanuit deze gedachte vinden we dan ook dat inkomsten uit het parkeren de kosten moeten bedruipen. Dat gebeurt niet met dit voorstel. Maar we weten ook dat het parkeren niet op zichzelf staat. De aantrekkelijkheid van onze binnenstad is mede afhankelijk van de hoogte van de parkeertarieven en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Terugkijkend met de kennis van nu, zijn er in het verleden te optimistische keuzes gemaakt ten aanzien van de parkeerbehoeften op bepaalde plaatsen. U weet zelf wel welke dat zijn. Dit heeft ertoe geleid dat de herverdeling van de parkeerdruk noodzakelijk is. Dat vraagt om een verleidingsstrategie om bezoekers te spreiden over de beschikbare voorzieningen. Dat heeft wel een prijs en daar voorziet dit voorstel in. Door dit voorstel wordt het bezoeken van de binnenstad met de auto aantrekkelijker. Hierdoor zal het gemotoriseerd verkeer rondom het centrum drukker worden. Dit heeft dan weer effect, de heer Boshoven zei het ook al, op de veiligheid van fietsers en voetgangers. Welke maatregelen treft het college dat fietsers en voetgangers toch ook nog veilig in de binnenstad kunnen komen? Volgens de motie van het CDA vinden we sympathiek, maar ik meen me te herinneren dat het een van de vragen was aan het begin van dit hele proces.
of de ergernis ten aanzien van het parkeren de kosten behelst of de rompslomp van betalen. Dus ik ga er eerlijk gezegd van uit dat het gewoon in de uitvoering zit. Maar ik hoor dat graag van de wethouder. Mocht dat niet zo zijn, dan steunen we met liefde uw motie. En de motie van 50PLUS, ja, we vinden hem eigenlijk niet zo heel erg specifiek. U zegt van ja, het moet geëvalueerd worden, maar waarop? Dat is mij niet duidelijk. En daarom denk ik van ja, dat is een beetje met hagelschieten. En op zich, als iets misloopt, hebben we altijd de mogelijkheid om het aan de kaak te stellen. En dat is wel eerder gezegd. Oké, dat was mijn bijdrage. Dank u wel. Kijken of er vragen zijn. Ja, voorzitter, u kijkt mij verwachtingsvol aan, maar ik berust in mijn lot. Ik had in meneer Jonkhans een medestander verwacht voor mijn voorstel, maar ook hier komen wij bedrogen uit. Dus ik laat het niet meer bij, voorzitter. Verder geen vragen? Nee, u heeft elkaar kunnen bevragen, in ieder geval ook op de moties die ingediend zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat gedeelte ook met elkaar gewisseld is. En dat is nu het woord aan het college. Wethouder ten Kate maakt zich op. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook in de tweede termijn of in de tweede behandeling blijft het parkeren de gemoederen bezighouden. Ik heb het de vorige keer ook al gezegd, we hebben het tijdens het hele participatietraject ontdekt dat het heel veel mensen bezighoudt. En dat iedereen er wat van vindt en dat ook gelukkig bij ons heeft neergelegd. Er zijn een aantal vragen nog overgebleven. Ik heb in de oriënterende ronde al eigenlijk een heel verhaal verteld van waarom het college nu gekomen is tot scenario 2b. Het is volgens mij niet goed om dat nu allemaal nog eens weer te gaan herhalen. Maar laten we nog wel de essentie nog even een keer proberen boven water te halen. Uit de evaluatie blijkt dat er met het parkeren in Hardenberg op zich niet zoveel aan de hand is. Er zijn voldoende parkeerplekken beschikbaar. Het ene wat wel boven water komt, is dat de verdeling over de parkeerplaatsen soms vragen oproept. En daarom heet scenario 2b niet voor niets beter verdelen. En dat willen we ook beogen. Daarnaast hebben we gezien wat de vraag is van het centrummanagement, van de ondernemers. En daar hebben we geprobeerd gehoor aan te geven door de 3 uur gratis op de 2 locaties aan te bieden. Daarover zijn we ook daarna wel in gesprek geweest met het centrummanagement. Ook dat heb ik de vorige keer aangegeven. En tot 2 keer toe. En op een gegeven moment hebben we daar nog een keer weer over gebeld. Een gesprek over gehad. En toen is ook gezegd van ja, als het standpunt van het college niet verandert, is het dan al wel zinvol om met elkaar daarover in gesprek te gaan. Wij denken, het college denkt nog steeds dat 2b het beste gehoor geeft aan de opmerkingen en allesgeen wat we hebben gehoord van alle diverse partijen tijdens de evaluatie. En daarom doen wij het voorstel 2b. Voorzitter, dan ga ik nog even het rond bij datgene wat er vanavond allemaal gezegd is. Althans, er waren volgens mij nog een paar vragen over. Even kijken, D66 die concludeert dat gratis is nu niet haalbaar, maar het huidige voorstel is niet afdoende. En dan leunt u toch heel erg op het voorstel van het centrummanagement. En daarvoor hebben we aangegeven dat dat voorstel financieel wat ons betreft helemaal niet haalbaar is, want dat kost nog veel meer. Vandaar ook dat wij dit voorstel doen. En geprobeerd hebben een goede mix te brengen in datgene wat er zo links en rechts voor wensen op tafel lagen. Voorzitter, dan kom ik bij de VVD en ik ontkom er niet aan, denk ik, om ook maar een uitspraak te doen over datgene wat de VVD nu voorstelt. Als ik het niet doe, dan wordt het mij vastgevraagd. De VVD die geeft aan 74% van de inwoners, dat heb ik ook de vorige keer proberen helder te maken. 74% van de inwoners zullen vaker de stad bezoeken.
En dat betekent profijt van de ondernemers. En daar is het toch ook allemaal op gestoeld. Daar was het niet helemaal allemaal op gestoeld. Hè. We hebben nadrukkelijk geluisterd naar datgene wat vanuit de ondernemers naar voren is gekomen. Maar we hebben ook een aantal andere partijen gehoord. En daar proberen we ook gehoor aan te geven. En die 74%, dat zijn wel allemaal mensen uit onze gemeente. Dus als 74% zegt van ja, ik ga vaker naar Hardenberg, dan betekent dat dat ze eigenlijk ook zeggen van ja, dan ga ik wat minder vaak naar mijn eigen dorp of naar mijn eigen plek. Dus het is wel goed om ook dat te realiseren. Even kijken. Nou, ik heb al een kleine nuance aangebracht van het college vond het bespreken niet nodig. Dat ligt iets genuanceerder, dat heb ik aangegeven. Dan even een korte reactie wellicht op datgene wat de VVD voorstelt. Ik ga er niet te diep op in. Ik vind ook meer dat het een zaak is van de raad om nu te kijken van vinden we dit een goed plan. Ik wijs erop dat ook dit verhaal nogal een behoorlijk financiële gevolgen heeft. Ik kom op een €480.000, waarbij de suggestie natuurlijk van de VVD ook is van ja, ga met centrummanagement in gesprek over wat er dan bijgedragen kan worden. Nou, als dat, nou laten we nou het, in het grootste geval zeggen van dat is €200.000, dan komt dat wel allemaal, dat worden dan allemaal extra lasten voor onze ondernemers. Ik vraag me af of dat nu de goede route is, maar goed, daar gaan wij niet over. Daarnaast blijft er dan toch nog €280.000 over voor de gemeente zelf. En ik denk dat we met de investering die we nu doen, die vind ik ook fors, €120.000 los van het feit dat er al een exploitatie tekort is, dat we toch met die €120.000 echt onze inwoners, en u vindt ook goed verwoord door de fractie van het CDA, dat we ze dan de keuze geven. Wilt u gratis parkeren en bent u bereid om een klein eindje te lopen, dan kan dat hier 3 uur straks. En wilt u de service, of in ieder geval het gemak van parkeren voor de deur, ja, dan kost dat een paar centen. En ik denk dat we daarmee een goede keuze hebben gemaakt. En die vind ik sterker dan datgene wat nu wordt voorgesteld door de VVD. En als ik het dan, ja, laat ik het daar eerst bij laten, voorzitter. Dan ga ik verder richting GroenLinks. Die had nog een vraag over het zorgen voor het anoniem parkeren. Ik ga daar straks nog even over in, als we, want u hebt daar ook nog weer richting de motie iets van gezegd. Dan ga ik er daar nog even verder op in. En inderdaad, die parkeerdruk bij het gemeentehuis, dat is best spannend, dat geeft u zelf ook aan. Maar niet voor niks dat we ook misschien dan toch wel een klein beetje monitoren moeten of moeten evalueren. Dat is in ieder geval voor dat onderwerp in ieder geval wel heel erg goed. Dan de motie die CDA namens meerdere partijen indiende. Innovatieve mogelijkheden meenemen. Waren we sowieso van plan, voorzitter, dus op zich ondersteunen wij de motie. Inzichtelijk maken van nieuwe technieken, inclusief anoniem parkeren, dat nemen we ook mee om te kijken wat zijn daar de mogelijkheden voor, dat was de vraag van GroenLinks. En u vraagt om dat voor de implementatiefase aan de raad voor te leggen, nou dat doen we graag. Dus in die zin, voorzitter, kunnen wij deze motie wel ondersteunen. Dan kijk ik bij de ChristenUnie. Verder geen vragen, 50 plus. Voorstander van gratis parkeren, maar ook de OZB er niet voor verhogen. Dus daarom toch wel 2b. En dan de motie van evalueren. Voorzitter, ik denk om ook even ook GroenLinks erbij te betrekken, zeg maar. Ik denk dat het goed is om toch, en dat waren we sowieso van plan, om na een jaar van implementatie de zaak te monitoren. Kijk, evalueren vind ik een heel groot woord, want dat hebben we nu gedaan met alle onderzoeken die er nu bij liggen. Ik denk dat het niet goed is om al die onderzoeken nog eens een keer weer opnieuw te doen. Maar als wij kiezen voor optie 2b en hij is ingevoerd en de nieuwe hardware is gekocht en die staat er allemaal, dan zal het vast niet in één keer helemaal goed gaan en dan zullen er vast opmerkingen zijn in de samenleving. En ik vind het heel goed, dat waren we sowieso ook van plan, om dan na een jaar eens even te monitoren van hebben we nu de goede dingen gedaan, zitten er nog zwarte vlekken, moeten we nog iets? Nou, dat willen we heel graag doen. Mijn voorstel zou zijn, voorzitter, om ook de raad goed
te bedienen en dat de raad ook zelf voor op de bok blijft zitten. Dat wij een soort van startnotitie maken waarin wij aangeven op welke wijze wij willen monitoren. Ik heb het nu even over monitoren en niet over evalueren. En dat u dat aan u voorlegt en dan kunt u daar een besluit over nemen. Dus voordat we dat gaan doen, bent u dan ook in staat om het college een boodschap mee te geven wat wel en wat niet. Voorzitter, dan even kijken. Volgens mij ben ik er dan wel door. En nogmaals, ik zou ook graag die infosessie van 17 maart, die door de ChristenUnie ook is genoemd, nog graag bij u onder de aandacht brengen. Want ik denk dat het heel goed is dat we als college nog eens in beeld brengen van wat we allemaal eigenlijk niet doen in deze stad. Wat we allemaal investeren. Op welke plekken we met de openbare ruimte nog weer aan de slag gaan. Ik denk dat het heel goed is dat we dat nog eens even scherp houden. Van wat doen we nu eigenlijk nog steeds vanuit dat gedachte van dat masterplan. Waar Hardenberg nadrukkelijk een centrumfunctie heeft voor de regio. Waardoor je dus ook andere maatregelen krijgt dan in andere gebieden in onze gemeente. En als je die regiofunctie wilt hebben, dan wil je het ook hebben volgens mij over winkelen. En dan wil je het niet hebben over boodschappen doen. En dat is wat ik, het laatste wat ik over het plan van de VVD nog wil zeggen. Het krijgt heel erg het karakter van 1 uur gratis parkeren en dan moet ik zorgen dat ik weer wegga. En dat is nog net wat we niet willen. We willen juist die klant omarmen om hier langer te komen, om hier 3 uur gratis te parkeren. En niet na 1 uur parkeren, bijna met een straf van €2... dan per uur weer wegsturen. Dat is een beetje hoe wij er tegenaan kijken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Kijk even of... Voorzitter. Ja, hier zo. Ja, ik had nog een vraag gesteld en daar heb ik geen antwoord op gekregen. Ik wil nog wel even herhalen van... door het gemotoriseerde verkeer, toename daarvan, wordt het voor de veiligheid van fietsers en voetgangers minder. En welke maatregelen gaat het college daarover nemen? Want in de binnenstadsmonitor komt het, de fietsbereikbaarheid er zeer goed af in Hardenberg. En het zou jammer zijn als we die positie zouden verliezen. Voorzitter, ik heb ook in de vorige sessie aangegeven dat we juist die fietsen willen omarmen. We hebben ook absoluut gezien dat het fietsgebruik ook richting de stad enorm toeneemt. Dus we zullen daar iets mee moeten. Er zit in dit plan geen concrete plannen, maar ik denk dat het goed is dat we in de toekomst nog eens kijken van hoe faciliteren we dat. We zijn ook bezig met te kijken van hoe kunnen we faciliteren de fietsnelweg richting Zwolle. Dus fietsen is een absoluut belangrijk ding. Als het dan nadrukkelijk gaat over het parkeren, dan zit er hier nu niet iets in, zeg maar ten aanzien van het fietsenparkeren. Misschien wel een zaak om bij de implementatie daar nog eens naar te kijken. Ja, voorzitter, een paar vragen. In de eerste plaats de aanname die de wethouder doet, dat als de 74% mensen uit onze gemeente hier naartoe zouden komen en boodschappen doen, dat ze niet hun eigen dorp doen. Dat is een aanname, dat kan ook ergens anders zijn, in Zwolle of in Emmen of in Raalte, waar het gratis parkeer is. Dus dat één. Maar twee is dat de bedragen niet helemaal kloppen. Die 480 in mijn rekenvoorbeeld, die klopt, maar daar staat nog bij dat er geen rekening is gehouden met vergunningen en abonnementen. En in uw eigen prognose is dat ook nog eens 140 voor achter de slagboom en 120 voor aan straat of omgekeerd, daar wil ik vanaf zijn. Dus het bedrag wordt dan teruggebracht naar €200.000 en dat zou wellicht, de centrummanagement geeft aan daarover te willen praten. Maar goed, daar denkt u anders over. Dat is wat ons betreft een gemiste kans, maar het is uw voorstel, dus daar mag u zelf anders over denken. Een ander dingetje is dat u zegt van ja, we maken er geen boodschappen, staat we willen juist langer in uw eigen onderzoek. Staat heel duidelijk dat dat nu wel het geval is, omdat mensen moeten betalen en zo snel mogelijk weer de plaat poetsen. Sterker nog, u stelt voor om 2 gelegenheden tot gratis parkeer te bombarderen waar tot nu toe nog niemand staat. Want uw onderzoek laat zien dat de parkeerdruk daar zeer gering is. En het onderzoek laat ook zien, op de pagina's 21 en 42, het CW-onderzoek, dat er eigenlijk 2 parkeerplaatsen zijn die verreweg, en niet een beetje, maar met kop en schouders de grootste parkeerdruk kennen. En dat is 1, de Albert Heijn. En het is u bekend dat de ondernemer daar aan iedere bezoeker die meer dan €20 uitgeeft, 70 cent betaalt en daarmee eigenlijk gratis parkeren construeert. Maar 2, en die is zeker even interessant, en ze strijden om de eer in het hoogseizoen en het laagseizoen, is de Jumbo.
En ook bij de Jumbo zult u weten dat de bezoeker niet betaalt. Dus er zijn eigenlijk al twee plekken die heel erg bezocht worden. Want je kunt nu ook gewoon parkeren hier in de parkeerkelder of het LOC. Maar die worden niet bezocht. Wat denkt u nou dat er verandert als je nog steeds bij de Albert Heijn 70 cent krijgt voor je 20 euro boodschappen en daar de parkeerdruk blijft zoals die is en bij de Jumbo is überhaupt geen reden om aan te nemen dat het anders wordt, want dat was gratis, is gratis en komt een nieuwe hele parkeerinkomstenbron niet voor, maar wordt wel meegenomen bij de parkeerintensiteit in uw voorstel. Denkt u dus niet dat het juist omgekeerd is, dat het in het huidige voorstel zo is dat mensen hier een uur blijven boodschappen doen bij de Albert Heijn en bij de Jumbo en snel de plaat poetsen, omdat ze de gaten staan? Denkt u dan niet juist dat het omgekeerd werkt, dat als je een eerste uur gratis zou mogen parkeren bij ook andere gelegenheden, dat je dan juist wat langer gaat blijven? Voorzitter, ja, ook dat is een aanname. Ik ga uit van aannames en u doet ze zelf ook. Maar wat zou nu het gevolg zijn van het feit dat men nu... Dat is uw stelling. Bij de Albert Heijn. Nu daar kort blijft vanwege het feit dat het wordt betaald. Maar wat is er dan? Wat gebeurt er dan als ze daar hopelijk langer blijven doordat ze nu het eerste uur gratis moeten? Nou, dat gebeurt is dat er nog meer congestie gaat plaatsvinden bij de locatie Albert Heijn. Als men daar langer blijft staan, raakt de parkeerplein bij de Albert Heijn nog voller. En dat is nou juist wat we proberen op te pakken bij dit voorstel, namelijk beter verdelen. Het beter verdelen, dat loopt dan in een soep. Maar ik probeer te begrijpen, hoor. Dan denkt u dus werken, want in het onderzoek blijkt ook dat mensen gewoon boodschappen doen en gewoon dicht bij de winkel willen om hun boodschappen in te pakken. Dat de boodschappenhaler van de Albert Heijn in uw voorstel zodanig wordt ontmoedigd dat hij de boodschappen meeneemt naar het LOC of naar het gemeentehuis hier. Nee, voorzitter, dat denken wij niet. Wij vinden dat degene die boodschappen doet bij de Albert Heijn dat rustig moet doen en daar ook moet gaan parkeren. Maar degene die gaat winkelen, die willen we proberen te verleiden, zoveel mogelijk, 3 uur gratis op de genoemde parkeerplekken te gaan staan en daarmee meer spreiding aan te brengen in het parkeren. Helder, voorzitter. Dank u wel. Ik nog één vraag mag stellen. En dan kom ik even bij de fractie van 50PLUS en volgens mij de CDA. Die willen graag evalueren. Stel nou voor dat na een jaar zou blijken dat nog steeds de parkeerbeweging hier in het gemeentehuis en het ROC tamelijk onveranderd is, dat mensen daar niet graag willen staan. Bent u dan genegen om, en het is toekomstmuziek hoor, en u gaat het vergen dat u dan dat wel ziet, maar stel nou voor, u gaat wel monitoren, heeft u gezegd, laat ik u het anders vragen. Wat gaat u dan precies monitoren? Ik heb u juist een aanbod gedaan dat datgene wat we willen monitoren, dat we dat eerst bij u neerleggen en daar hebt u dan zelf invloed op. Dus ik zou zeggen, wendt u invloed op dat moment aan om te kijken wat er dan gemonitord moet worden. Nou, dat is een mooi voorstel. Dank u wel. Vraag toe wellicht aan een tweede termijn, maar ik proefde in uw bijdrage in eerste termijn eigenlijk al een hier en daar een stemverklaring. Dus ik kan me ook voorstellen dat u toe bent aan besluitvorming. Daarbij één vraag. Ik merkte dat de wethouder een toezegging deed, of in ieder geval een invulling gaf, aan het begrip evaluatie in zijn monitoring. En ik vraag u af, om het zo maar even te noemen, of in het licht van die toezegging u nog hecht aan de motie zoals die in motie 2 verwoord is. Hoe zegt u van richting indieners, ik vind de toezegging voldoende en ik trek de motie in. Wij zijn nog erg in schors. Dan schorsen we voor 5 minuten. Dat is een lastig. Dames en heren, de fractie van 50PLUS heeft aangegeven de schorsing voldoende te vinden. Ik nodig u uit weer aan tafel te komen. Ik heropen de vergadering. Ik heet welkom aan degenen die toegevoegd zijn. Ja, we zitten op de publieke tribune. Even de toelichting. We zijn bezig met de raadsronde nog steeds. En ik kan me voorstellen dat u bent gekomen voor de volgende vergadering. Oriënterende ronde en duurzaamheid. Zeker dat u knikken. We zijn bezig met het onderwerp parkeren. En ik geef het woord aan de fractie van 50PLUS. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben overleg en de motie gaan we gewoon indienen. Hij was al ingediend, dus wat dat betreft ligt op tafel. Dan kijk ik rond of er behoefte is aan stemverklaring. De VVD. De VVD acht deze motie echt volstrekt overbodig en zal dus tegenstemmen. Ja.
GroenLinks. Voorzitter, wellicht niet een verrassing, maar GroenLinks vindt deze motie ook overbodig. Ja, andere stemverklaringen? Ja, voorzitter. Mevrouw Hoof, ja. Wij hebben de toezegging van de wethouder gehoord, dus wij achten de motie ook overbodig. Ik heb verder nog woordmelding zijn. Voorzitter. Ja, de heer Jongland. Ja, voorzitter. Ik heb het in mijn bijdrage ook al aangegeven en het is niet veranderd. Het blijft overbodig wat ons betreft. En de heer Rodemond. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Overbodig en dus zullen we ook tegenstemmen. Dan gaan we eerst stemmen over het voorstel en dan over de twee moties die voorliggen, motie 1 en motie 2. Het voorstel, ik herhaal het eventjes, omdat het nogal een verhaal is, is kennis nemen van de studie, evaluatie, etc. zoals vastgelegd in de bijvoegde documenten. Het parkeren in het centrum van Hardenberg vorm te geven conform scenario 2b. Het college opdracht te geven dit scenario verder uit te werken in een nieuw parkeerbeleid. Dit te implementeren en in te voeren na de zomer van 2021. En als laatste de financiële gevolgen van het aangepaste parkeerbeleid te verwerken in de begroting. Ik wil het rondje maar eens, de heer Gelling. Ik wil graag zijn verklaring geven, voorzitter. Dat kan. Ik deed net het rondje, maar als u nog een stemverklaring doet, dan... Maar ik verwacht een heel snel rondje, dus dan komt het toch aan mij uit. Maar ik wacht het even af, dank u wel. De stemverklaring van uw kant. Oh, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het zal niet verbazen dat de VVD tegen dit voorstel gaat stemmen. Omdat wij het buitengewoon spijtig vinden dat... ondernemers voor het centrum duidelijk aangegeven hebben dit een slecht voorstel te vinden, daarin onvoldoende gekend worden. En daarom zullen wij dus tegenstemmen. Bekijft er in tweede instantie nog andere stemverklaringen zijn? Niet het geval. Binnen bij de fractie van 50PLUS. Het stemmen, wie met u voor of tegen? Voor. PvdA? Voor. Op koers? Voor. D66? Als gezegd, tegen. VVD? Tegen. CDA? Voor. En ChristenUnie als GroenLinks? Nee, Monique, iedere keer. Ja, is het achter die... Voor. Achter het beeldscherm, ja. Mijn excuses nogmaals, want ja... Misschien een keer wisselen ergens, want dat, kijk, dat wat makkelijker is. Maar... Dus tot de fractie van de ChristenUnie? Voor. Voor. Dan is dit voorstel aanvaard. Dan de twee moties. Motie 1 en motie 2... Motie 1, dat gaat over de innovatieve mogelijkheden. We beginnen weer even bij 50PLUS. Voor. Voor, even na. Tegen. De innovatieve mogelijkheden, waar dat? Die CDA-motie. De innovatieve mogelijkheden, ja. Ja, voor. Ja. Ja, ik wil nu niks opdringen natuurlijk, maar... Op koers. Ik wou er tussenin gaan zitten, maar het is niet mogelijk. Voor. D66? Dank u wel, voorzitter. Omdat het onderdeel is van het grotere geheel, zullen wij hier tegenstemmen. Ja, VVD. Voorzitter, ook de VVD stemt tegen, maar niet vanwege het grote geheel. Als wel omdat de motie impliceert dat degene die hier gaat over het parkeerbeleid niet eens de moeite zou nemen om de nieuwste technologie bij te houden. Dat lijkt ons heel merkwaardig. Ja. Dus tegen. De fractie van GroenLinks. Voor. CDA. Voor. En ChristenUnie? Voor. Worden dus deze motie aanvaard. Motie 2, en ik ga weer het rondje dezelfde kant rond. Motie 2, dat is de evaluatie. Voor. Voor. Tegen. Tegen. Voor. Voor. Tegen. 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 CDA. Tegen. Tegen. ChristenUnie. Tegen. CDA. Voor. Voor. ChristenUnie tegen. 16 voor, 13 tegen, dan is die motie aanvaard. Dat was het onderwerp parkeren. En de complimenten die waren al uitgedeeld. Maar ik zou bijna zeggen, die kunnen nog niet vaak genoeg uitgesproken worden. Want dit was een hele forse klus voor velen. Compliment. Dan komen wij bij de motie vreemd aan de orde van de dag. De heer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de motie aanpak stikstofproblematiek door balans tussen herstel van biodiversiteit en economische ontwikkeling.
Mede namens de CDA en de VVD dienen wij een motie in die tevens wordt ondersteund door 50PLUS, GroenLinks en D66. De aanleiding voor deze motie hebben we gevonden in de inspiratiebijeenkomst op 29 januari in de Voorvechter, waar wethouder Vreugdenhul van de gemeente Ede een strategie tentoonspreidde waarmee Ede in staat is om geen hinder te vinden van de stikstofcrisis, maar belangrijker nog, agrariërs een perspectief te geven. Ook in Hardenberg is dat perspectief voor de agrarische sector ook nodig. We willen dat bereiken met deze motie, waarbij economie en ontwikkeling van het agrarische ondernemerschap en biodiversiteit hand in hand gaan. En het dictum van deze motie luidt: in deze raadsperiode te komen tot een voorstel voor een aanpak van de stikstofproblematiek, waarbij er een balans ontstaat tussen het belang van economische ontwikkelingen en een toename van de biodiversiteit. Dank u wel. Dank u wel. De fractie mede ondertekend door de motie mede ondertekend door de fracties van CDA, VVD, GroenLinks en 50PLUS. En ik kijk even of er uit de hoek van de andere fracties nog vragen zijn. Voorzitter, als ik het goed heb, staat mijn handtekening daar ook onder. Maar... Ja, u staat één verdieping lager, dus neem ik aan. U staat erbij. Ja, ik had u ook genoemd hoor. Ja. Ik niet, u staat even verdieping lager. Ik kijk of er vanuit de fractie van Christine nog een vraag over is. Niet. Ja. Vanuit de fractie van Koers. Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, wij vragen ons af hoe het college hier tegenover staat. Want gezien alle landelijke onduidelijkheid willen wij het college niet met onmogelijke taken opzadelen. Vandaar dat wij eigenlijk wel het antwoord even willen horen of zij daar mogelijkheden toe ziet. Ja, ik kijk even of er nog vragen zijn in de richting van de indiener. In ieder geval, als het woord. Christine, neem ik aan. Ja, meneer Selpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn bijzonder benieuwd naar de reactie van het college. We vragen ook ons af welk probleem we met deze motie gaan oplossen. Het straalt ook een beetje uit alsof het college onvoldoende acteert op dit dossier. En onze mening is het college zeer actief en voortvarend op dit dossier. Dus we wachten nog even hun reactie af. Wethouder Breukelman. Voorzitter. Er zijn geen vragen in uw richting, of wel? Hey, ja, wij zijn mede-indiener. Ja. En ik zou ook wel graag misschien wat toe willen voegen op de heer Jonkhans. En daarmee ook wellicht reageren op de heer Stelstra, alhoewel die een specifieke vraag stelt aan het college. De goede opletter heeft kunnen lezen dat er ook wat met woorden is gespeeld, omdat om tot elkaar te komen er wat nodig was om de balans te krijgen. En enerzijds bij het onderwerp staat biodiversiteit vooropgenoemd en bij het dictum staat economische ontwikkeling vooropgenoemd. En misschien ook de vraag van de heer Stelstra, en dat is een punt wat voor ons vanuit VVD ook wel belangrijk is, om eens een keer serieus werk te maken van biodiversiteit. En dat moet inderdaad op een economisch goede manier, zodat de ondernemer daar ook iets mee kan. En met serieus werk maken van biodiversiteit maakt echt onderdeel uit van deze motie. En ook wij zijn dan wel nieuwsgierig, meneer Stelstra, samen met u, hoe het college daarnaar kijkt. Maar we willen graag wel wat stevigheid zien, ook vanuit de VVD, op het onderwerp biodiversiteit. Nou, dat is hartstikke mooi, want het staat ook voor op uw bureau biodiversiteit en u kan het mee naar huis nemen. Dat is waar, meneer Stelstra, maar als uw ambitie niet verder gaat, en dezelfde woorden heb ik tegen de heer Jonkhans vanmiddag gezegd toen we beide in de auto zaten, dan een vogelhuisje, dan is biodiversiteit wel zeer beperkt. Nou, wees u gerust, we hebben een coalitieakkoord gesloten met CDA, PvdA en Op Koers, en daar staat biodiversiteit zeer prominent in benoemd. En wij zouden graag invulling in het beleid zien. Heeft u de gedachtenwisseling onderling voldoende gevoerd om nu het college voor te geven? De heer Breukelman. Nou, voorzitter, dank u wel. De motie die oproept om met een voorstel te komen voor de aanpak van de problematiek. Ambitieuze motie wat dat betreft, denk ik. Maar ik wil er toch even iets tegen aanhouden.
met uw goedvinden. Want hoewel het college grotendeels de overwegingen die leiden tot de motie onderschrijft, is het natuurlijk wel zo dat we zelf ook al heel actief bezig zijn met die materie. Zowel vanuit de ruimtelijke ordening, maar ook collega Terietstaf vanuit Landbouw en Natuur. Ik zit samen met een wethouder uit Teubergen en Raalte in het initiatief van Samen Werkt Beter. Daar zitten we in namens de VNG. We sluiten aan bij het landelijk crisisteam. Intern zijn we er erg druk mee bezig. Er is zelfs een medewerker gebombardeerd tot hoofdstikstof, die iedere 14 dagen alles wat er in het land speelt op stikstof verzamelt en voegt in één nieuwsbrief die ook organisatiebreed wordt uitgezet. Inwoners of ondernemers die tegen politiek aanlopen, proberen we zo goed mogelijk te helpen en weer op weg te brengen. Dus er gebeurt ontzettend veel ook op het dossier. En als je bijvoorbeeld even kijkt naar alleen maar even de afgelopen maand, wat er zo al speelt. 16 januari is er een Kamerbrief over de beantwoording schriftelijke vragen over het gedogen van de overtreding van de pasuitspraak. Op 29 januari hebben we kennis genomen van een bijeenkomst georganiseerd door de Partij van de Arbeid en het CDA in De Voorvechter. Op 29 januari of 30 januari is een Kamerbrief over de voorlopige cijfers over de fosfaat- en stikstof-excretie in de veestapel van 2019. En de laatste Kamerbrief is van 2 weken geleden. Die gaat over de voortgang van de problematiek. En als je die laatste even inzoomt, wat daar allemaal nog aan zit te komen richting ons. Dan zit daar 350 miljoen in voor boeren in gebiedsprocessen. 170 miljoen voor innovatie in de stallen. Omschakelfondsen voor circulaire landbouw. Extensivering rondom Natura 2000 gebieden. Maar de brief eindigt ook met een aantal punten waar heel nadrukkelijk wordt gezegd dat de minister en de provincie gaan bepalen hoe we bijvoorbeeld grip gaan krijgen op ongecontroleerde opkoop in de veehouderij. Hoe we omgaan met beweiden en bemesten. En zo nog een aantal van die onderwerpen die aanhangig zijn aan de stikstofproblematiek. Ik vind het moedig van u als raad dat u zegt, nou maar, allemaal prima hè, wat het Rijk doet en wat de provincie doet. Maar wij gaan als gemeente ook gewoon zelf aan de slag en vragen het college om een voorstel te maken. Maar, voorzitter, het Rijk gaat de spelregels voor een groot deel voor ons bepalen. Zij zijn daar ontzettend druk mee. En we hopen ook rond de zomer nog meer duidelijkheid te krijgen over hoe het nou in de toekomst ook moet gaan gebeuren. De provincie is aan zet daar waar het gaat om de natuurbeschermingswet en de natuurvergunningen die daar wel of niet uit voortvloeien. Dus daar zijn andere overheden ook gewoon aan zet. En natuurlijk zullen we ook op gemeentelijk niveau daarmee aan de slag blijven. Ik heb de vorige keer dat we het onderwerp hier ter tafel hadden iets gezegd over dat we bezig zijn met een stikstofdepositiekaart. Dat op het moment dat spelregels van het Rijk of de provincie kunnen leiden tot een lokale stikstofbank, dat we ook onmiddellijk daarmee verder kunnen gaan. Ik vind ook dat het een plek moet hebben in de omgevingsvisie waar we dit jaar mee, die u dit jaar gaat vaststellen, om een goede balans te vinden tussen economische ontwikkelingen en biodiversiteit. De uitvoering van het collegeprogramma met erin biodiversiteit, dat is ook in volle gang. Daar zijn we ook druk mee bezig. En dus rijst de vraag, voorzitter, tot slot. Ja, is dit dictum nu een steun in de rug of wordt hier iets gevraagd waarvan we denken, ja, draagt dit nou daadwerkelijk bij? En wij vragen ons een beetje af of dit dictum, om met een specifiek gemeentelijke aanpak te komen voor de stikstofproblematiek, of dat nou echt een bijdrage gaat leveren in hoe we hier met de materie omgaan. Als we kijken naar een Natura 2000 gebied die raakt aan onze gemeente, dan is dat bijvoorbeeld Engbersdijksvenen. En daar constateer ik dat we al werken volgens de werkwijze die u allen ook voorstaat. Dat je agrariërs en groene groepen probeert bij elkaar te brengen om zo tot een gedragen gebiedsproces te komen. Voorzitter, ik had een wat lange aanloop nodig, maar dat heb ik juist gebruikt om aan te geven dat er nog heel veel ontwikkelingen gaande zijn. Dat we druk met de materie bezig zijn en dat het college zich afvraagt of dit dictum nu echt een bijdrage gaat leveren aan hoe we hier met de materie omgaan. Maar we laten dat oordeel graag aan de raad. Voorzitter. Dank u wel. Ik had eerst even van de Wel, die had zich al gemeld. Dan loopt het zo even. Ja, voorzitter. Als u deze geweldige opzomming van de heer Breukeman hoort, wat zal het dan toch fijn voor u zijn dat u ook nog een zetje in de rug krijgt. En fietst u nog wat harder. Dat is toch fantastisch.
Je bak. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit is een onderwerp wat ons breed raakt. En dank u wel, heer Breukeman, voor uw opsomming. Er is veel gebeurd. Ik denk dat wij, de opstellers van de motie, dat met elkaar ook heel goed weten. En dat ook allemaal in oogschouw hebben genomen. Maar om gezamenlijk ook tot die balans te komen, want dat is waar dit over gaat. Dit gaat niet alleen over stikstof. Maar dit gaat ook over andere verdienmodellen. Dit gaat ook over een transitie. En dat is waar u met geen enkel woord over gesproken heeft. En dat is waar deze motie wel over gaat. Om ook op basis van nieuwe verdienmodellen, biodiversiteit, te komen tot een goede economische ondersteuning van die ondernemer. Want dat is wat hij nodig heeft. En dat is denk ik ook, en dat is ook jammer dat u niet bij de inspiratieavond was, heel erg duidelijk op de inspiratieavond naar voren gekomen, dat we anders moeten gaan kijken met elkaar. En dat er andere concepten mogelijk zijn, waarbij je ook langs de problematiek van stikstof kunt. En zoals de heer Breukem of Jonkhans ook al zei, de gemeente Ede is daar een heel mooi voorbeeld van, waarbij zij aangeven dat bedrijven ondanks de problematiek die er nu speelt, gewoon hun bedrijfsontwikkeling door kunnen zetten. En ik kan u vertellen, in de gemeente Ede is de problematiek rondom stikstof, Natura 2000, echt wel wat nijpender dan dat het in onze gemeente is. En laten we proberen om van de goede voorbeelden kennis te nemen en te kijken wat we daar in onze gemeente aan kunnen doen. En ik wil niet onrespectvol zijn, maar laten we niet wachten op alles wat vanuit de andere overheden komt. Want dan zijn we uiteindelijk niet zelf in de lead. En laten we nu met elkaar zelf in de lead zijn om vanuit deze motie het goede te doen en met een goed beleid in de gemeente Hardenberg te komen om de ondernemer te ondersteunen, maar ook met elkaar te werken aan biodiversiteit. Want uiteindelijk constateren we met elkaar een enorme achteruitgang. En ik denk dat we in Hardenberg een voorbeeldfunctie kunnen hebben om het anders te doen. Dat is waar deze motie wat mij betreft over gaat. En dat is absoluut een steun in de rug. En volgens mij ligt hier volgens mij bijna een raadsbrede meerderheid die zegt van dit willen we wel. En ik zou het ChristenUnie oproepen om daarbij bij aan te sluiten. Dank. Ja, voorzitter, als ik even mag reageren. ChristenUnie, ja, de heer Stelpstra. Ja, u noemt een heleboel mooie dingen die ik niet terugvind in de motie. U heeft blijkbaar een veel groter beeld bij de motie dan op papier staat. Dus ik vind het ook heel lastig. Volgens mij geeft de portefeuillehouder het ook aan. Je kijkt naar het dictum. En als je SEC naar het dictum kijkt, dan staat er eigenlijk niet zo heel veel. Sterker nog, één dag voor het einde van deze raadsperiode kan je een A4'tje naar de raad sturen en je hebt hem ingevuld. Dus mijn oproep zou dan zijn, houd hem even aan en probeer het wat aan te scherpen. Ja, voorzitter, als ik ook nog zou mogen reageren. Dat mag. Kijk, steuntjes in de rug zijn natuurlijk altijd welkom. Alleen er werden ook een aantal dingen gezegd waarvan ik dacht, nou, daar zou wel eens een suggestie in kunnen schuilen. En dan wil ik daar toch graag op reageren. Ik ken namelijk de voorbeelden vanuit Ede ontzettend goed. En wat ze daar doen, is de verschillende groepen met de verschillende belangen bij elkaar brengen om te komen tot een gedragen gebiedsproces. En dat is ook exact hetgene wat we in Overijssel in het initiatief van Samenwerk Beter doen. Daar zitten we met 15 partijen, zowel de groene groepen als ook de agrariërs, LTO, etc. aan tafel om op die plekken in de provincie waar een aanwijzing voor Natura 2000 is, te komen tot een gedragen gebiedsproces en tot een gedragen ontwikkeling die ook de biodiversiteit in die Natura 2000 gebieden bevordert. En als er in onze gemeenten initiatieven zijn die tegen de stikstofproblematiek aanlopen, dan wachten wij niet af, voorzitter. Sterker nog, er zijn bij ons ook bedrijven gekomen, woningbouwprojecten, initiatieven die aanlopen tegen de problematiek. Dan helpen wij, dan denken wij creatief mee. U krijgt over 14 dagen nog een woningbouwplan op tafel waar het toch gelukt is om in de buurt van het Natura 2000 gebied met de juiste maatregelen toch woningbouw door te kunnen laten gaan door slim te denken in de ontwikkelfase, door slim te denken in hoe gaan we met elkaar organiseren, bouwen, et cetera. Dus daar waar nodig, denkt het college zeker mee, zijn we absoluut in de lead op dit proces. Maar het is wel zo dat de landelijke overheid en de provincie voor een groot deel de spelregels gaan bepalen waar langs de stikstofproblematiek in dit land aangepakt gaat worden. En ik heb alleen maar aan willen geven dat er bij het college enige twijfel is of het dictum van deze motie, want de overwegingen daar helemaal mee eens, of het dictum van deze motie nou echt een bijdrage levert in
die discussie. Maar zoals gezegd, het oordeel laten wij graag aan uw raad. Ik kijk even rond of dat u voldoende uw gedachten heeft kunnen ordenen om tot een besluit te komen. Heer Jonkans. Ik wou nog even reageren, want de woorden van de heer Bak die komen recht uit mijn hart wat dat betreft. En ik ben het vooral heel erg met hem eens dat u geeft inderdaad een opsomming van alles wat het Rijk doet, wat de provincie doet. En vooral op stikstof gebaseerd. Maar er zit ook nadrukkelijk ook een biodiversiteitsonderdeel in. Die zeg maar niet alleen van toepassing is op de gebieden direct naast Natura 2000. En ja, daarom is het jammer dat u er toen 29 januari niet bij was. Want het gaat ook over een op een hele andere manier kijken naar produceren. En ik denk dat Hardenberg daar enorm in voorop zou kunnen lopen als je op die manier daar nu een plan voor ontwikkelt. En daarmee geef je landbouwers ook een perspectief. En wat u nu doet, in de hele opsomming, daar komt toch op mij over van ja, maar we zitten in de verdediging en op zo'n manier reageren we daarop. En het is juist net even op een andere manier naar de dingen kijken. Ik proef een beetje het herhalen van argumenten. Ja, nee, maar voorzitter, kijk, ik had ook niet gedacht dat ik de heer Jonkans volledig zal overtuigen met mijn betoog. Het is wel zo, ja, ik kreeg de uitnodiging 24 uur van tevoren, dus het was voor mij wat moeilijk schakelen. Maar goed, dat zal agenda technisch wel ergens mis zijn gegaan. Maar ik ken die voorbeelden heel goed. Alleen, zoals gezegd, tuurlijk ben je ook in je gemeente en ook op basis van je coalitieprogramma bezig met biodiversiteit. Hè. Kijk even terug naar de besluitvorming rondom Broeklanden-Zuid bijvoorbeeld, hè, waar een heel groot deel van het gebied ook wordt ingericht voor natuur, voor biodiversiteit. Ik snap uw oproep ook, alleen het is wel zo dat de spelregels zeg maar, die bij andere overheden bepaald worden, wel voor heel groot deel van belang zijn voor spelers in het gebied, voor onze boeren, zeg maar. En ik wil niet de indruk wekken dat we met een gemeentelijke aanpak of met een gemeentelijk voorstel, dat we daar omheen kunnen of zo, of dat we daar dan minder mee te maken hebben. En voor een heel groot deel hebben we daar gewoon mee te maken. Dus ja, misschien ook een beetje interpretatie van het dictum of het voorstel, waarvan we de overwegingen wel steunen, maar we afvragen of het dictum bijdraagt. Maar daar gaat u ongetwijfeld zo een besluit over nemen. Ik stel voor dat we dat nu gaan doen. Is dat akkoord? Nou, voorstel ik, voorzitter. Ja, ik zou graag toch nog een vraag willen stellen aan de portefeuillehouder. Ik probeer het even voor mezelf samen te vatten, zodat het wat duidelijker is. Eigenlijk zegt u, deze motie is overbodig, niet gewenst en trekt een veel te grote broek aan als we kijken naar de mogelijkheden van de gemeente. Tenminste, dat is even mijn samenvatting. Klopt dat? Ja, voorzitter, dat is altijd gevaar. Als een ander voor jou samenvat, dan kun je daar zomaar woorden in één keer een andere betekenis of omvang krijgen. Dat, in die zin wou ik het eigenlijk ook gewoon laten bij de woorden die ik zelf gebezigd heb, namelijk dat we de overwegingen wel ondersteunen. Maar dat we enige twijfel hebben bij de bijdrage van dit dictum. En nou, het oordeel is aan uw raad, zoals gezegd. Dus ik laat me helaas niet verleiden tot uw samenvatting. Goed, dank u wel. Zullen we gaan stemmen? Dan begin ik bij de ChristenUnie. Ja, gehoord de overwegingen van het college. Kregen we stemverklaring, dat is inderdaad waar, ja. Stemverklaring? Ja, denken we dat het niet verstandig is om deze motie te steunen en stemmen we tegen. Ja, kijk even rond. Andere stemverklaringen. Koers. Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, de wethouder heeft mij overtuigd dat deze motie overbodig is. Wij zullen tegenstemmen. Ja, andere stemverklaringen. Dan loop ik het rondje. ChristenUnie. CDA. Voor. Voor. GroenLinks. Voor. PVD. Voor. D66. Voor. Koers. PvdA. Voor. En tenslotte rechtsplus. Voor. Voor. Dat zijn er 19 voor en dat lijkt mij een meerderheid. Motie is aangenomen. We komen tot een tweetal hamerstukken waarin tussen haakjes 8 staat alleen stemverklaring mogelijk. Ik weet niet of daar behoefte aan is. Want kijk, nee, bij geen twee stukken zie ik dat daar een behoefte aan. Beginnen we met het beleidsplan minima 2020-2024. Een eerlijke kans voor iedereen. U wordt gevraagd met dit beleidsplan in te stemmen. Ik begin dit keer even linksom. Rechtsplus. Voor. Even na. Voor. Koers. Voor. D66. Voor. Voor.
Voor. CDA. Voor. Voor. Dan is het aangenomen. Dan volgens het jaarverslag over het archiefbeheer. U wordt voorgesteld dit voor kennisgeving aan te nemen. Hetzelfde rondje maar even weer. Voor. 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 Het is voor. Voor. Als ik dit voorstel aangenomen. De rondvraag. En ik had begrepen dat u er geen gebruik van wil maken. Klopt dat? Ja, dat is zo. Dan sluit ik bij de vergadering. En ik kijk of het handig is om 5 minuten pauze te nemen. Om even de neus te poederen. En te wisselen. En zodat de volgende vergadering zich kan voorbereiden. Ik sluit u bij de vergadering.